Welkom op de expositie Zoek de Meer, geef ze bloot. Gelukkig hebben we iemand van de gemeente zo bereidwillig kunnen vinden om de opening te verrichten. En dat is onze wethouder Isabelle Vups. Dus als ik jou een handen geef, de microfoon. Het is zover. Ja, eindelijk. Ja, ik ben heel erg vereerd om hier te zijn, kan ik u vertellen. 50% van de wereldbevolking heeft borsten. Ook ik heb ze. Ik zal het niet over de andere 50% hebben, want die hebben natuurlijk ook borsten. Maar het gaat echt, deze tentoonstelling gaat echt aan mijn hart. Ik ben vorige week in de kerstvakantie even bij jullie bezig kijken. Om te kijken hoe het eruit zag, om een beetje gevoel bij te krijgen. En waar ik vooral gevoel bij heb gekregen is jullie passie. En jullie betrokkenheid bij dit onderwerp. Ik denk dat het heel goed is dat in deze expositie aandacht wordt gevraagd voor borstkanker. 1 op de 7 vrouwen heeft hiermee te maken, wordt hierdoor getroffen. En ik kan me heel goed voorstellen, ik heb het zelf niet aan de lijve meegemaakt, maar wel in mijn omgeving, dat borstkanker een hele ingrijpende ziekte is die je aantast in je vrouw zijn. Het geeft veel angsten, veel vragen roept het op. Niet alleen voor vrouwen zelf, maar ook voor hun naasten. En laten we even niet vergeten dat er ook mannen zijn die borstkanker krijgen trouwens. Gelukkig is er steeds meer mogelijk op medisch gebied. En ik denk dat vooral duidelijke informatie, zorg en ernaast gaan staan, dat dat iets is wat steun kan bieden. Ik heb begrepen dat Zoetermeerse vrouwen zich voor dit project letterlijk en figuurlijk bloot hebben gegeven. Vind ik heel bijzonder. En moedig. Ik heb daar echt waardering voor. Het is een kunstproject voor en door vrouwen. Een mooie vorm om expressie te geven aan de zorg. De expositie laat zien dat we het belangrijk vinden dat kunst in de openbare ruimte niet zomaar op zichzelf staat, maar dat het ook een doel heeft. En jullie hebben mij gevraagd, en jullie hebben eigenlijk ook de expositie opgedragen, aan 2 mensen. En ik ben zo brutaal om daar 1 iemand aan toe te voegen. Jullie hebben de expositie opgedragen aan Hetty, die hard geknokt heeft en helaas een jong gezin heeft achtergelaten. Jullie hebben de tentoonstelling opgedragen aan Annabel, die maar heel kort het leven heeft mogen zien van haar kindje. En ik zou daar graag een naam aan toe willen voegen van een oud collega van mij, die 10 jaar geknokt heeft, bijna gewonnen, maar toch net niet. Een bijzondere vrouw, Marion Boutstra, overigens ook een Zoetermeerse. En ik zou hem verder op willen dragen aan alle vrouwen en mannen die met borstkanker te maken hebben. Ik ga nou, doe je best. Daar gaat hij, jongens. En ik verklaar hierbij de tentoonstelling voor geopend. Dank u wel. Yes. Ja, ik doe het goed. Ik weet het beter. Een glaasje aanbieden. Zoetermeer geeft zich bloot. Een toch wel bijzondere tentoonstelling. Fred, hoe is het idee geboren? Ja, dat is een heel lang verhaal. Ik denk een jaartje of 20 geleden had ik gewoon in mijn gedachten om ooit een keer een foto te maken. Niet met 1, maar met 20 of 30 verschillende soorten borsten. Maar ja, ik heb dat een keertje opgezet via Facebook geprobeerd om te kijken of ik het los kon krijgen. Dat ging niet lukken. Dus daar heb ik het nog een keer geprobeerd met mijn dochter. Om dat nog een keertje op te zetten is ook niet gelukt. En toen op een gegeven moment kwam ik via een model van mij, de dochter van Marijke Ridderhof, kwam ik tegen dat ze zegt, joh, dat moet je gaan doen en ik ga je bij helpen. Nou, dat is gebeurd. We zijn eraan begonnen 2 jaar geleden en bingo, nu zijn we er. Ja, en hier is het resultaat. Marijke, ja. Jullie hadden contact en hoe hebben jullie dat voortgezet?
Nou, we zijn eigenlijk een beetje op hol geslagen. Want we kregen steeds meer ideeën. En we hebben gewoon heel veel geappt naar elkaar. Van nou, kunnen we dit doen en we kunnen dat doen. En de positieve dingen rondom borsten. Maar ook de negatieve dingen rondom borsten. En we hebben eigenlijk een heel programma in elkaar gedraaid. En er ook een heel boek over gemaakt. Van, met alle ideeën die we erin hebben gestopt. En toen zijn we echt aan de gang gegaan. Met gipsafdrukken van levende modellen. En uitgeprobeerd ook, want het was voor mij ook gaat dat lukken? En daarna heb ik ze in polyester gegoten. En Fred heeft ze gefotografeerd. En we hebben uiteindelijk gewoon hele mooie kunstwerken kunnen maken samen. En eigenlijk met z'n drieën, want Yvonne is uiteindelijk ook mee gaan helpen. Ja, want Yvonne, jij hebt voor je rekening genomen een aantal gedichten. Mm-hmm. En allerlei teksten in lijsten na interviews met verschillende mensen. Ja. Klopt. Ik werk vaker met Marijke samen. Dan maakt zij een kunstwerk en dan vraagt zij mij van, zou je daar een leuk gedicht of een mooi gedicht bij kunnen maken? En dat is in dit geval ook weer zo gegaan. En daarnaast werd mij gevraagd om interviews te doen met kankerpatiënten. En quotes uit die gesprekken die hangen hier op de expositie. En die geven eigenlijk een beeld van wat een vrouw doormaakt die borstkanker krijgt. En dan zie je dat ze eigenlijk allemaal een beetje dezelfde fases doorlopen. Eerst heb je een vermoeden en dan de diagnose en ga zo maar door. Maar iedere vrouw heeft toch haar eigen verhaal. En dat komt er mooi uit als je al die teksten leest. Dat het, er bestaat niet dé kankerpatiënt. Iedere kankerpatiënt is uniek en heeft zijn eigen verhaal. En dat betekent dat jullie uiteindelijk een expositie hebben waarin lach en traan toch misschien wel dicht bij elkaar liggen. Ja, dat kan je wel stellen, ja. Wij zijn natuurlijk ook vrij humoristisch ingesteld. Dus daar is het eigenlijk mee begonnen. We gingen eerst geintjes lopen maken. Of wat, die is bijvoorbeeld een boshout voor de deur. En twee grote bloemkolen met een liedje van André van Duin. Nou, dat soort dingetjes kwamen omhoog. Nou, toen zijn we steeds gaan verder filosoferen. En toen kwamen we zoveel dingen tegen. Nou, ik zou zeggen, kom even kijken en loop even rond. En dan zie je het vanzelf wat er allemaal achter zit. En de hele expositie is elk weekend te zien tot en met 28 januari. Dat klopt toch? Ja, dat klopt. Ja, tot 28 januari. En we zijn dan open om 11 uur tot 3 uur. En dan heeft iedereen toch nog een kans om te komen kijken. Ja.